Deze nieuwsuitzending die gaat over Marokkanen. En ja, ik zal daarbij Geert Wilders ook gaan noemen. Over Geert Wilders, je hoeft niet bang te zijn dat ik PVV stem, want ik stem niet. Dus dan kan ik ook geen PVV stemmen. Ik maak me wel zorgen over al die mensen die denken, ik stem PVV, want dan doe ik mee. Tegen Marokkanen zeg ik nee. Zorgelijk is dat. En die Marokkanen, hoe is dat begonnen? We hebben hier in Nederland heel veel immigratie gehad. Dus dat begon al met de Saksen en de Kelten. Ja. Vroeger was Nederland was moeras. Het was een zump zo, jongen. Al dat water was niet gekanaliseerd. Maar dingen waren er helemaal niet. Weet je, dan krijg je overstromingen. Nederland heet, is een naam voor Nederland, Kikkerland. Een echte immigratie toen, zeg maar rond het jaar 1000 of zo. Ik denk niet dat er toen nog veel geëmigreerd is. Hoor. Ja, die Romeinen die waren er natuurlijk, die waren opgetrokken tot aan de Waal, is dat, bij Nijmegen. Maar dat was meer een soort van landveroveringsspelletje. Een echte immigratie van buitenlandse mensen. Ja. Er is een tijd geweest dat de immigranten voornamelijk uit Duitsland kwamen. Dat de Duitsers hier naar Nederland kwamen. Er zijn er nog steeds heel veel, hoor. Maar ja, dat is vanuit Duitsland naar Nederland. En een Duitser kan binnen no time Nederlands. Een beetje üben met die volkorde der Wörter. Of is het nou Wörter? Nee, mijn Duits, dat is goed. Nee, die immigranten, die komen dan. Wat was de eerste golf? Dat was denk ik de mensen uit Suriname. Nou, er zijn maar geen probleem met Surinamers, wat mij betreft. Nou, hebben die andere golf gehad? Er waren mensen uit Indonesië. Ja, dat waren koloniën van Nederland. En die koloniën die werden onafhankelijk. En, nou, er waren er een aantal die zeiden van nou, dan willen wij naar Nederland. Want als dit onafhankelijk wordt, ja, laat maar zitten. En de Surinamers die bijvoorbeeld die gebleven zijn, ja, die zitten nou nog steeds onder Bouterse, of niet? Die hebben dat gesodemiete gehad met Ronnie van Brunswijk. En dan de decembermoorden. Geruchten over doorvoerland voor cocaïne. Ja, met Surinamers, nee, ik weet er niks van. En dan die Indonesiërs, nou, daar hebben we helemaal geen last mee. Ja. Ik ken een, zij is halfbloed volgens mij. Zij is dus Indisch, zei dat. En haar moeder, die was denk ik een volbloed Indonesisch. En een Hollandse vader of zo. En die kinderen, dus haar broers en zussen, die heten allemaal Piet en Marie en Henk. Ja, we wonen nu in Nederland. Dus we noemen jou niet Aisha. Iedereen moet je naam makkelijk kunnen spellen. Heel verstandig. En nou, die Turken hebben we ook nog gehad. Nou, hier in Arnhem is dat een feest geweest, hoor. Want dan gingen die Koerden die hier woonden, die jonge jongens, die gingen bendeoorlogje spelen tegen de Turken hier in Arnhem. Ja. Dan
gezeik, jongen, met de politie erbij. En winkelruiten aan diggelen, molotov cocktails. Honkbalknuppels. En de bijbehorende verwondingen. Angstige vrouwen op straat. Niet zo heel geweldig, hoor. Maar voor de rest, die Turken toch. Ze schijnen wel in de cocaïnehandel te zitten. Hier in Arnhem wordt dan gezegd. Nou, ik weet dan toevallig één gelegenheid en die is gesloten. Oh, nee, ik weet er nog één. En daar werd cocaïne gedeeld. Daar stond ik met mijn neus bovenop. Dus, maar ik gebruik geen cocaïne, het maakt mij helemaal niet uit. Als iemand zegt, ik ga arseenpillen verkopen. Gegarandeerd dood binnen 3,5 seconden. Nou, dan moet je dat op doen. Zet het netjes op de bijsluiter. En die Marokkanen, dat is dan... in één keer een probleem. En het is echt een probleem. Die zijn... Die Turken en die Koerden, die maakten ruzie met elkaar. En als je je daar maar niet mee ging bemoeien... Dat deed de politie, de Nederlandse politie dan wel. Dat zou ik eigenlijk helemaal niet moeten doen. Je wil een oorlogje spelen, dat is best. Maar één baksteen door de winkelruit van tante Gerda, dan komen we langs. En tante Gerda heeft er niks mee te maken. En anders ga je maar terug naar het oosten van Turkije en dan ga je daar met z'n allen lekker knokken. Je moet je er buiten houden. Dat is anders. Maar Marokkanen, die nemen het op tegen Nederlanders. Mijn naamgenoot is niet zo lang geleden een akkefietje gehad met twee Marokkaanse jongens. En hij heeft een gebroken pols. En ik heb het ook meegemaakt, hoor. Ik ben ook afgetuigd door Marokkanen. Yep. Ja, het is vervelend. Zonder meer. Die Marokkanen die zijn hier naartoe gehaald in de jaren 70. En ik had het al gelezen in allerlei essays of weet dat, editorials, opinieberichten. Dat bij het emigratiekantoor in Marokko, dan praat je over jaren 70, daar werd iedere emigrant die kreeg een toets aangeboden. En dat was een taaltoets. En een rekentoets. En mijn vriend Rashid. Die scoorde hartstikke goed. Het was allebei voldoende. En hij dacht van nou, dan mag ik door. Nou, hij moest even wachten. Dus hij zit er maar te wachten. Op dat emigratiekantoor. En dan komen er andere Marokkanen, die gaan ook die toets doen. En die hebben dan op allebei de toetsen een onvoldoende. En die kregen gelijk een stempel en ja, loop maar door, daar is het vliegtuig. En Rashid dacht, wat? Maar dat had ik al gelezen. Maar ik weet het dus ook uit eerste hand. Want Rashid dacht van, ja, potverdorie, als het zo werkt, dan had ik die toets anders ingevuld. Ik dacht dat ik zo goed mogelijk mijn best moest doen. En dan halen wij zo'n hele groep. En dan nu 10. Een hele groep van mensen hier naartoe. Die
analfabeet zijn. Of nauwelijks taal kunnen. En bekend is dat mensen met een lage taalontwikkeling in confrontaties, bij evenementen, in discussies, whatever, schakelen ze veel eerder over tot gewelddadig gedrag of gewelddadig taalgebruik. En taalgebruik, taalkennis hebben Marokkanen niet. Zeker geen Nederlands. Maar ook het Arabisch is, hoe moet je dat noemen? Deplorabel. Abominabel. Nou, ze kunnen Frans. Ja, wat heb je nou met Frans? In Nederland. En onderling spreken ze Arabisch. Nou, ja, oké. Maar hoe lang woon je al in Nederland? En dan blijf je nog steeds Arabisch spreken. Ik vind dat, ja, het duidt ergens op. Het is een laag IQ, dus kennelijk. En een onwil. Ze zijn waarschijnlijk pissed off. En terecht. Want dat hele geintje met het laten immigreren naar Nederland. Van mensen die niet kunnen lezen en schrijven, laat staan rekenen. Ja, waarom deden ze dat? Nou, ik weet, want ik studeerde aan de Landbouwhogeschool. En daar ben ik begonnen in 1978. In de studie richting milieu. En milieu, dat is dan 42 was dat. En 42. En 43 was voedselkunde, voedingswetenschap. Dan had je ook nu die hele enge, dat was N44 en dat was voedselproductie. Daar heb ik verhalen van gehoord. Maar dat terzijde. Wij hadden ook binnen N42 hadden wij zo'n subafdeling van een vak. En dat heette arbeidshygiëne. Dat heb ik ook gedaan. Dat was omdat ik deed luchthygiëne en verontreiniging. En voor mij volstond het om 40 studiebelastingsuren arbeidshygiëne te doen. Nee, we hebben nog meer. Ik heb nog wel meer uurtjes eraan gespandeerd. En dan kregen wij de onderzoeksresultaten te zien die mede-studiegenoten, voorgangers van ons, onderzoeksresultaten te zien van onderzoeken die gedaan waren bij fabrieken van grote bedrijven, smelterijen bijvoorbeeld, waar ze koperen dingen in elkaar lopen smelten. Als een schroef voor een schip of zoiets. Dat is een dure business, hoor. Grote ondernemingen die erachter zitten. De klanten van die bedrijven zijn hele grote ondernemingen. Nou, die arbeiders die werden ziek. En via de vakbond, de FNV, kwamen ze dan bij Wageningen, waar de Landbouwhogeschool zat, en dan even bellen met de professor. En die zei, oh, dat is een leuk studieonderzoek. Ja hoor. Nou, dan werd er een team van studenten bij elkaar getrommeld, die allemaal bezig waren met een diploma, huppeltje pup. Jullie gaan maar onderzoek doen in, dan moesten ze naar Rotterdam, de havens in.
meetapparatuur mee. En ja hoor, het kwam door het werk. Als je je mensen, je arbeiders, je medewerkers dagelijks blootstelt aan dampen die gevuld zijn met zware metalen. Dat konden wij, dat kon ik ook hoor. Dan moet je luchten, zuig je door zo'n heel buizenstelsel. En dan bloep, 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 bloep. Dan heb je daar goedje in een watertje. En dan neem je dat monster neem je mee naar huis. Dat is een luchtmonster dus. En die elementen, die stoffen die in dat luchtdeel zitten, die gaan in dat waterdeel, dat wordt helemaal vermengd. Nou, dat waterdeel, dat neem je mee naar huis. Stickertje erop. Locatie van meting, tijdstip, een dag natuurlijk, datum. Ja, daar kwamen wij erachter. Die dampen waren veel, het was toxisch. Die mensen werden ziek, joh. Zo, ja, en dan was zo'n bedrijf was de lul. Maar de klant van het bedrijf, die was ook de lul. Want dat bedrijf wat dan een verordening kreeg, je gaat zorgen voor dit, je gaat zorgen voor dat. Het komt neer op frisse lucht en dat soort dingen. Afzuiginstallaties. Je werknemers niet blootstellen aan dit soort kwaadaardige dampen. Doe het zelf maar eens een keer. En daar hadden die grote bedrijven geen zin in. Want dat drijft de kostprijs omhoog. En ze willen van de mensen af. Dat maakt ze allemaal geen donder uit. Maakt hun het wat uit dat het één grote puinhoop wordt hier in Nederland. En zo zijn die Marokkaanse families hier naartoe gehaald. En zo hebben die vaders zichzelf laten vergiftigen voor allerlei kut- en klotenbaantjes. Ja, en dan die zoons van die Marokkanen, die zien dat hun vader voor een habbekrats zichzelf loopt af te beulen. En geen Nederlander heeft het in de gaten. Ja, dan worden de Marokkanen kwaad. Die volgende generatie. En de volgende generatie ook nog een keer. En wat ik gemeen vind van Geert Wilders en zijn partij, is dat ze van dit fenomeen gebruik maken om stemmen te winnen. Stemmen voor wat? Om de Marokkanen terug te sturen naar Marokko? Je hebt die families hier naartoe gehaald omdat ze analfabeet waren. Je hebt ze onder erbarmelijke omstandigheden laten werken. Die mensen konden zich niet verbaal of per schrift verdedigen. En dan stuur je al die families maar weer terug naar Marokko. Bedankt voor het schoonmaken. Deze scam, en daar werkt Geert Wilders aan mee, die is begonnen in de jaren 70. En daar hebben de multinationals, de grote jongens, die hebben daar goed garen bij gesponnen. Die kregen hele goedkope schoonmakers. Die gaan maar betalen aan de Marokkanen. En wij gaan tegen die Marokkanen vertellen van kijk, dan moet je me even onderzoek gaan doen.
En de Shell die hangt voor zoveel procent. Unilever hangt voor zoveel procent. Wat hebben we nog meer? Die hangen ook voor zoveel procent. En jullie totale schadevergoedingbedrag is... Dat is een behoorlijk bedrag, hoor. En dat wordt door de Nederlandse overheid geïnd bij die bedrijven. Dat gaat een harde dobber worden. Want die bedrijven die hebben allemaal hun mannetjes. Dat heet de lobbyisten. Het zou mooi zijn als Nederland inderdaad het braafste jongetje van de klas werd. En dat wij die bedrijven aansprakelijk stellen. En als die bedrijven die kunnen kiezen voor twee manieren. Of je komt met een belachelijke hoeveelheid geld. Of je werkt mee. En dan moet je nog steeds betalen. En dan gaan wij vertellen hoe we die Marokkanen gaan helpen. Want dat kunnen we wel. En ik denk dat er best een groot aantal Marokkanen is dat terug wil gaan. Ja. Daar ben je toch zo achter. Wij komen er best wel uit. En hoe moeten wij omgaan met Marokkanen? Nou, die Marokkanen hebben een taalachterstand. Dus spreek je in eenvoudige woorden. Ga niet tegen een Marokkaan een of andere leuke reactie geven waarin je gebruik maakt van de scène van Gandalf met die bomen. Dat trekken ze niet. Een Marokkaan die leest niet in de ban van de ring. Dat weet hij helemaal niet. Dus als je dan denkt, ik weet een leuke associatie. Dit is net als Gandalf met de bomen. Dan kan je een klap voor je bek krijgen. Want dan denkt zo'n Marokkaan dat hij beledigd wordt. Omdat hij je taal niet begrijpt. Dus dat moet je simpel houden. Dat geldt ook. Ik heb een kennis en die komt uit Joegoslavië. Die zit hier ook alweer 20, 22 jaar of zo. Met haar moet ik er ook op letten, hoor. Dat ze tegen me zei, oh, niet zo snel praat. Niet zo snel praat jij. En met Marokkanen heb je dat ook. Gewoon heel rustig praten. Geen grapjes maken. Geen geintjes. Ik maakte een keer een grapje tegen een groepje Marokkanen. Nee, in het algemeen, maar er was een groepje Marokkanen. En ik was net op vakantie geweest naar Katwijk. Een hele goedkope vakantie. Hè? Ja, ons mensunig. Dus ik met mijn vriend Wim Kruidentuin en zijn twee pleegkinderen en ik mijn kind mee. En dan in het huis van Wim Kruidentuin. Van Wim Kruidentuin zijn zus. Want die was op vakantie naar Oostenrijk of zo. Omdat wij de woning achter zouden laten zoals we die gevonden hadden, was alles goed. Voor de rest kostte het niks. En Katwijk, man. Maar het was ook heel lekker weer, moet ik zeggen. Dat scheelt natuurlijk wel. Echt lekker weer. Elke dag zo'n beetje. Nou, elke dag naar buiten. En bijna elke dag naar het strand. Oh, meer. Lekker. Goed bier in Katwijk, hoor. Katwijk is een hele mooie stad. Katwijk aan zee, ja. Daar zaten we. Hele mooie waterpartijen. En daar zitten viswinkels. Van die vis... Het is een snackbar, ja.
vis snack bars. Hé, dan ben ik eruit. Jeetje, wat een goede vis snack bars, hè? Dan kan je makreel bestellen op 15 verschillende manieren. Bij wijze van spreken. En mosselen en haring natuurlijk. En, wat zeg maar. Nou, kat. Wijken, hè? Nou, wat doet een kat? Nou, een kat die vist. En vroeger was het zo dat er mensen waren in Katwijk die in de zomer in de schuur gingen wonen. Dus hadden ze rekening mee gehouden. Dus iedereen had wel een schuurtje. Nou, een paar stapelbedden erin. En dat was niet om op vakantie te gaan op het eigen terrein. Nee, dan werd de woning verhuurd aan mensen vanuit het oosten. Van het oosten. Vanuit de steden, vanuit Amsterdam. Ja. Kon je vanuit Amsterdam, dan moet je even regelen met de telefoon. Dan kom je langs met je gezin, krijg je dat hele huis. En voor 2 weken of 1 week. En daar betaal je dan voor. En al die tijd zit de familie in de schuur. En daar betaal je voor. Als Amsterdammer of Hagenees. Nee, niet vanuit Den Haag, denk ik. Maar Amsterdam, Amersfoort. En dan wordt het alsmaar treuriger en vermoeider. In Katwijk, ja. Daar vingen ze vis. Dus ik was er helemaal dromerig van. En ik vond het zo'n leuke vakantie. Ja. Echt een vakantie naar mijn hart. Zo lekker dat je ergens naartoe reist. Het is gewoon in Nederland. Het zit vlak bij de kust. Allemaal hadden we fietsen. Oh ja, dan ga je daar overdag naar het strand. Want de zon staat te branden. Hè? En dan hebben ze een hele brede stoep. En dan staan daar 3 rijen met fietsen. Maar dan wordt er geen één gestolen. Hè? Niet in fietsenrekken met van die dikke kettingen eromheen. Nee, allemaal van die fietsen. En ik denk dat als je dan langs gaat lopen, dat je ook een fiets vindt. En is iemand vergeten om de fiets op slot te zetten. Maar er worden helemaal geen fietsen gestolen in Katwijk. Nee. Anders stonden daar wel fietsenrekken. Met zo'n dik slot. Klink, klonk, klonk, klink. Ja. Er zijn fietsendieven in de buurt gesignaleerd. Nee, in Katwijk niet. Er gebeurt helemaal niks in Katwijk. Dat is een totaal saaie stad. Dat is perfect voor een vakantie. En die visnackbars. Je staat er wel in de rij, maar de cola, die kan je gelijk krijgen. En ik werd zo helemaal doorlucht van die vakantie. Ik was net 2 dagen terug. En toen riep ik in die tent, met mijn mooie luide stem. Ik zei, alle buitenlanders moeten naar Katwijk. Kijk, dat soort grappen niet maken met Marokkanen. Marokkanen weten niet waar Katwijk ligt. Dus dat is het eerste wat je met Marokkanen moet doen. Zo met z'n allen die Marokkanen in de klas. En dan doe je Google Maps op het... Weet zo'n ding ook alweer? Zo'n projectie... Nee, dat heet een digibord. Google Maps op het digibord. Of een beamer, dat kan ook. En dan ga je uitleggen waar Katwijk ligt. En wat de geschiedenis is van Katwijk. De Marokkanen gaan vertellen wat de geschiedenis is van Schorl. Dat je in Schorl die geweldige duin hebt. Een prachtige duin. Heel leuk om naartoe te gaan met je kinderen. Die duin bij Schorl. En er zitten meerdere restaurants en barretjes. En ijsko-salons. Een Schorl ligt ook aan de kust.
dat je de geschiedenis vertelt van wat nu dat heet nu Bunschoten Spakenburg. Spakenburg. Met die klassieke kledij. Nou, er loopt niemand meer in Spakenburg met die klassieke kledij. Maar... Dat je vertelt dat er een Bijbelbelt door Nederland heen loopt. Die begint onder Rotterdam en loopt door tot aan Staphorst. Dat je de Marokkanen vertelt van Texel. Met Google Maps kan je toch zo... zo'n poppetje sleur je erop. En dan gaan we nu even naar... Waar begin je dan? Ja, waar je aankomt. Waar je Den Helder, hoe die, dat pontgebeuren eruit ziet. Wat die Marokkanen leren van... Oh, kan je zo naar Texel? Ja, dat is helemaal niet zo moeilijk. De overtocht is heen en weer. Nou, je betaalt alleen voor de heenreis. Dan kan je die Marokkanen ook gelijk weer leren. Nou, je hoeft alleen maar te betalen voor de heenreis. De terugreis is gratis. En de heenreis is €37, zo'n €33. En dan zit je op Texel. Dan ga je laten zien wat er allemaal is. En dan Terschelling, dat je naar Terschelling... Want ik had even kijken, TV-tas. Dus dat moet je de Marokkanen ook leren, hè? TV-tas. Het is helemaal geen bestaand woord. Want je hebt geen tas voor je tv. Dat doe je toch niet? Maar TV-tas is wel precies wat het is. Hè? Terschelling, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog. Het verhaal vertellen van Groningen. Oh ja, en die watersnoden in Groningen. Groningen was een puinhoop, jongen. Dat is allemaal wel leuk in de zomer. En de zomer in Groningen, die begint een maand later, dan, of de lente. Die begint een maand later dan in het westen, hoor. Dat heb ik gezien. Ik ben opgegroeid in Amstelveen. En toen ik 16 was, ja, toen ben ik verhuisd met mijn ouders, met ons gezin, naar een heel klein dorpje. En dat was een terp. En dat heet Groot Wetsinge. Dat was een terp. Vanwege die wateroverlast van vroeger. Dus, gingen mensen een huis bouwen op een bult. Ja, en in Groningen heb je geen bulten, maar hoe maak je nou een bult? Mogen die Marokkanen ook leren. Hoe maakten de Groningers een bult, een terp? Nou, rotzooi. Alle rotzooi die je maar had, stenen, maakt niet uit. Ze hadden geen fietsen in die tijd, maar bij wijze van spreken, je oude fiets, flikker er ook maar op. Allemaal rotsen bovenop elkaar stapelen. Nou, een beetje grond eroverheen smeren. En ha, 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 we zijn klaar. En dan gaat de gras groeien. De brandnetels en alles groeit erop. En, nou, en dan heb je nog meer organisch materiaal. En dan gaat het nog steeds hoger. En dan woon ik op die terp. Samen met mijn ouders en mijn zus. En dan ging ik regelmatig terug naar Amstelveen. En in Groningen was alles nog kaal en alleen maar ja, een beetje groen. En in Amstelveen, daar stond van alles al in bloei. En ik ook. Dus dat scheelt, hè? Het klimaat in Amstelveen is anders dan het klimaat in Groot Wetsinge. Dat heb ik persoonlijk geconstateerd. En dat is ook erg logisch. Als je er even over nadenkt, dan snap je dat wel. Heel ander land. Ja, die Groningse klei, daar moet je maar wat mee kunnen.
Ja, leer de Marokkanen dat. Dat ze aangeland zijn in een multicultureel land met heel veel culturen. Zeggen, ja, maar tegenwoordig bouwen ze in Groningen geen terpen meer. Ja, dat klopt wel. Maar die culturen zijn nog steeds. En die tol is er nog steeds. Ja, leer Marokkanen de basis Fries. Jiskevet. Dat is vuilnisbak. En dan laat je die Marokkanen een stukje zien van Jiskevet via de beamer. Kijk, dit is de grap die wij gemaakt hebben van het Friese woord vuilnisvat. Jiskevet. Laat ze maar alle hoeken van de kamer zien. Op kosten van Shell en Unilever en al die andere klojo's die eraan verdiend hebben. Aan het naar binnen halen van analfabeten. Later kwam ik een van het groepje Marokkanen. Hij werkt in een koffieshop. Klote koffieshop, niet naartoe gaan. Brutaal, jongen. En ik ben er alleen maar om mijn hash te halen. Ik wilde niet eens per se naar die tent toe. Maar ik liep er toevallig langs. Ik dacht, nou, kom op, ik heb hash nodig. En ik ga afrekenen. En het is die lul. En hij kijkt mij aan. En hij zegt zo, hey, wij kennen elkaar. En ik zeg, ja. Ja, zei die Marokkaan. Laten wij de hand schudden. Ik neem het je niet kwalijk dat je gevallen bent. Je was te dronken en jij struikelde over je voeten. Nee, homo. Hij had mij gekickbokst. Want ik had gezegd, alle buitenlanders naar Katwijk. En hij dacht, oké, en nu ga jij klappen krijgen. Maar we schudden nu de hand en dan is alles voorbij. Dus ik heb hem een hand gegeven, zo slap mogelijk. Net als een oude vrouw van 86. Hou je weer mijn hand? Die vingers een beetje van elkaar houden, zo. En dat polsje heel slap. En dan wordt jouw hand geschud. Maar ik heb hem de hand niet geschud. Nee, natuurlijk niet. Die homo die heeft mij 3 beuken verkocht. 2 beuken en 1 schop. En toen heel vreemd. Toen ging het plafond en de grond. Dat ging van plaats verwisselen. Ja, ze zeggen altijd dat de wereld in de ronde draait. Nou, op dat moment was het ook zo. En gelukkig kwam de barkeeper eraan met mijn tas met boodschappen. En die zei tegen mij, jij kan beter gaan. Ja, precies. Want ik kan niet opgaan met een gemiddelde Marokkaan. Maar ik heb er wel van geleerd. Dus geen grapjes maken tegen een Marokkaan. Daar trekken ze niet. Je kan er beleefd tegen zijn. En ze les laten geven op kosten van Shell en Unilever en wie er maar mee te maken kan. Moet Jan-Peter Balkenende even gaan waterboarden. En dan piept hij wel anders, hè. Dan gaat hij wel wat telefoonnummers doorgeven en namen en adressen. E-mailadressen. Nou, e-mailadressen heb je niet nodig, maar. Nou, dat is toch wel handig om te weten. Dat is altijd geinig. Kunnen we die mensen even op gaan pakken? Van nou, oké, wat weet jij nog? Die gaan we ook allemaal waterboarden. Dat mag tegenwoordig. Vroeger was dat absoluut verboden. Dat heette martelen. Maar ach, tegenwoordig heet dat enhanced interrogation. Dus dat betekent, enhanced is verbeterde ondervraging.
Dus we geven die mensen een verbeterde ondervraging. En zo moeilijk is het niet hoor, om Jan-Peter Balkenende te wortelkoorten. Dat is natuurlijk een grapje. Neem mij niet serieus. Het is onuitvoerbaar. En ga het vooral niet doen. Je kunt er genoeg gezeik mee, jongen. Maar we zouden het wel willen weten. Wie heeft daaraan verdiend? Want wat ze gedaan hebben met die Marokkaanse families, dat heet slavernij. Dat zijn slavendrijvers. En sinds wanneer hebben wij respect voor slavendrijvers? En al die slaven, de Marokkanen in dit geval, want die Surinamers, ja, die slimmerikken kwamen hier naartoe. Want die zagen de bui al hangen. Van als deze meuk onafhankelijk wordt, ja, dan ga ik liever naar Nederland. En dat geldt ook voor die Indonesiërs. Dat geldt ook voor die Molukkers. Dat geldt niet voor die Marokkanen. Dat je dat even weet. Die Marokkanen waren de werkelijke slaven. Die hebben gewerkt, gearbeid, onder erbarmelijke omstandigheden. Wij hadden dat werk wat die Marokkanen hebben gedaan, nooit gedaan voor dat loon. Zeker niet onder omstandigheden waarbij er sprake is van chemische verontreiniging in de lucht. Maakt me niet uit. Als je rotzooi op je huid krijgt. Ik ken het verhaal van een man en er was een springer. Dat is een Hollander. En die werkte in... Want we hebben twee kerncentrales. En die ene die zit daar boven in het noorden van Noord-Holland. En die andere zit in Zeeland of zo. Hè? En dan moeten onderdelen moeten schoongemaakt worden. En dan krijg je zo'n radioactief beschermingspak. Maar krijg je aan. En dan moet je met een bezem, borstel, speciale chemicaliën. Dan moet je zo snel mogelijk. Ja. En dan heb je zo'n detector, zo'n plaatje. En dat registreert de straling. En dat wordt dan langzaamaan veranderd van wit naar geel, naar oranje, naar rood. En als het rood is, dan is je werkdag voorbij. En je werd betaald op het schoonmaken van zoveel pijpen. Ja, zei hij, dat was springen hoor. Dan doe je gewoon je pak aan. Oké. Yes. Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, en nu gaan we... En dan zo snel mogelijk. En je kreeg betaald. Stukswerk heet dat. Stuksarbeid. Maar dat was toch eerlijk. Ja, wij kunnen rekenen. Als je zoveel curie of zo geabsorbeerd hebt. Ja, dan ga je dood aan. En die werkgever had dan zo fijn afgesproken met het personeel. Van ja, als je naar buiten komt, dan moet je je plaatje inleveren. Als het plaatje dus boven, dat het niet alleen rood is, maar het is tegen het paars aan. Dan krijg je korting op je salaris. Dan betalen wij niet meer de volledige. Jump, jump, jump around, jump. Ja, zei die jongen, dat was wel eigenlijk hetzelfde als naar de sportschool gaan. Met een heel zwaar radiografisch pak. Oh ja,
zoals jumpen. Zweten, jongen, in zo'n pak. Ja, en dan is je indicator is oranje. En denk je, oké, nog een klein stukje hier. En dan eruit. En dan krijg je je volledige loon. Zodat ook mensen laten werken onder erbarmelijke omstandigheden. Maar wel eerlijk. Niet die Marokkanen. Die wisten dat allemaal niet, joh. En wij hebben dat goed te maken. Want de overheid doet het niet. Dat gaan ze niet doen. Het schept een precedent. Dan gaan de Molukkers zeggen van ja, maar hallo. De Marokkanen zijn verneukt. Dat heeft de overheid nu toegegeven. Dus die hebben schadevergoeding gekregen. En nou hebben wij nog een akkefietje. Dat wij werden in de steek gelaten door de Nederlandse overheid. En we hadden gevochten voor de Nederlandse overheid. En wij waren maar een kleine populatie omringd met een enorme hoeveelheid woedende Indonesiërs. En toen is tegen ons gezegd, van nou, voorlopig ga je even mee op de boot. En dat wilden we helemaal niet, maar dat moest dan wel. Vanwege die, omdat Nederland zich terugtrok. En toen werd er tegen ons gezegd, van ja, dit is tijdelijk. Ha, 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 ha. Die Molukkers hebben ook nog geld te goed van de Nederlandse overheid. En dan met name van de familie van Oranje. Want zij hebben, dus de Molukkers, die hebben trouw gezweerd aan koningin Wilhelmina. Ik heb zo'n Molukse vriend. En die zegt, toen koningin Juliana kwam, toen kwam er een druilerigheid onder de Molukkers over het Nederlands Koningshuis van Oranje. Juliana is geen groot idool voor de Molukkers geweest. Koningin Juliana was degene die er binnenkwam toen Adolf Hitler verslagen was. 45. En toen daarna begon het gesodemieten voor de Molukkers. Die Molukkers waren stom verbaasd over de keuzes van koningin Juliana. Die Molukkers die geloofden dat Nederland geregeerd werd door eerst koningin Wilhelmina. En die was betrouwbaar, vonden ze. Ja, toen hadden die Molukkers hun werk gedaan. En de Nederlandse overheid had die jokers niet langer nodig. En die zeiden van, we gaan hier weg. We maken een andere deal. Ja, maar wij dan? Dan worden we vermoord door de Indonesiërs. Ja, ga dan mee op de boot. Ja, maar we willen niet weg. dan krijg je straks je eigen staat. Die krijg je heus wel terug. Die Molukkers hebben helemaal niks gekregen. Nee, en als wij nu die Marokkanen gaan vergoeden, dan gaan die Molukkers zeggen, okidoki. En nu wij. Zoiets is de beste strategie, hoor. Al de gezeik van die buitenlanders tegen ons. Want ik vind het helemaal niet leuk in Nederland. Ja, ga dan weg. Het is mijn schuld niet dat ik geboren ben in een land wat Molukkers helemaal niet leuk vinden. Waar mij dan? Ik ben er geboren, ik heb er nooit last van gehad. Ik ga wel eens op vakantie. En dan kom je weer terug in Nederland en denk ik, ja, eindelijk weer fatsoenlijk asfalt. Vooral Frankrijk is een puinhoop. Maar België kan er ook wat van, hoor. Jeetje, wat een treurige fabrieksterrein hebben ze daar.
Nee, dan ben je altijd weer blij dat je terug bent in Nederland. Goede bewegwijzering. Je snapt alles weer. Benzinestations met correcte prijzen. Een beetje duur ten opzichte van Luxemburg, maar het klopt allemaal wel. Ik ben hier geboren. Ik ken niet anders. Ik ben op vakantie geweest in Tunesië. Ik denk, mooi, we zijn weer thuis. Ik was in Tunesië op vakantie. En er was daar, hoe noemen ze dat nou ook weer? Een markt. Maar het is geen markt. Het is eigenlijk een winkelcentrum. Maar niet een winkelcentrum zoals je dat hier kent. Het is een... Ja, allerlei mensen hebben kotjes gebouwd tegen elkaar op. En ja, daar iets van overheen gespannen. En al die muren lopen scheef. En allemaal kinderkopjes aan de onderkant van die bolle steentjes. En die moet je heel erg oppassen. En dan loop je daar doorheen. En iedereen la 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 la. En dan kom je bij de slager. En dan ligt op de toonbank een schapenkop. En ik was daar met mijn vriendin. In de jaren 1989, 1990. En de gids die vertelde ons... Ja, die schapenkop die ligt daar. Want dan kan je kijken naar de helderheid van zijn ogen. En dan weet je dat het schapenvlees vers is. Ja, zo kan het ook. Ik vind het wel primitief, hoor. Dus dan ben je blij dat je weer terug bent in Nederland... Het schapenvlees vers, ja. Jo, dat kop van dat schap. Dat kon je al zien tot het... Ja, maar hoe weet ik dat de kop van dat schaap... de kop is van die lichaamsdelen die daar liggen? Wat is er voor garantie? Hoe weet ik nou zeker dat die schagerij niet zegt van... ja, dat van gisteren, ja, dat leggen we er ook tussen. Maar dan hebben we nu weer een nieuw schaap. Misschien verkoop... Ja, je weet het niet. Je hebt toch iets van een keuringsdienst van waren hier in Nederland? Die mag je ook afschaffen wat mij betreft, hoor. Je gaat naar een slager toe, je koopt een stuk vlees en je stopt in je mond. En je denkt, gadverdamme, dit is eeuw. Maar dat ruik je toch bij het... Ja. Dan ga je gewoon terug naar zo'n man en leg je die bedorven meuk leg je op de toonbank. En denk je dat ik dit op ga eten? Dan geef het maar terug aan de bacteriën die al aan het eten zijn. Je hebt toch wel een vuilnisbak en ik kom nooit meer terug. Doei, klootzak. En dat moet je doen in een volle winkel op zaterdagmiddag. Dan leert zo'n slager het wel af. Maar een kop van een schaap op de toonbank leggen van ik ben de verse slager. Nee, homo. Ik heb geen enkele zin om te emigreren. Of naar North Dakota. Het schijnt wel goed te zijn daar. Allemaal white nationalists. En die stelen niet van elkaar. Maar het gras lijkt altijd groener aan de andere kant van de heuvel. Dus voorlopig blijf ik maar in Nederland. Ik ga nog even kickboksen met de Belastingdienst. Ik ben het erop aansturen dat je het even weet dat ik in de gevangenis beland. Ik wil wel toch een keer meemaken, hoor. Wat stelt het Nederlands gevangeniswezen nu eigenlijk voor? Want ik hoor er alleen maar goede berichten van. Doe mij maar dat.
Dat lijkt me wel wat. Komt er een mooie boek van mij uit en het heet Brieven uit de gevangenis. En met alleen maar positieve verhalen over aardige bejaarden, vriendelijke bewaarders, toffe Surinamers, geinturken. Met Turken kan je lachen hoor. Dat is echt geen geitje. Daar kan je ontzettend mee lachen. Met Marokkanen ook. Dan kom je waarschijnlijk in de bak met Marokkanen. Hé, hey, Marokkaan. Maar dat is mijn persoonlijke plan. Daar moet je niks van aantrekken. Met mij komt altijd alles goed. Want altijd is het goed gegaan. En resultaten uit het verleden bieden een voorspelling voor de toekomst. Dus je gaat 10 dagen lang, drink je elke dag een liter whisky of vodka of zo. En dan word je elke ochtend wakker met een enorme koppijn. Als jij dan de 11e dag weer een liter vodka gaat drinken, dan krijg je weer een koppijn. Resultaten uit het verleden bieden garantie. Bieden een voorspellings... niet echt een garantie, maar... Ja, dat kan een keer zijn dat je een liter whisky drinkt en dan word je 's morgens wakker en dan voel je je zo vreselijk als een hondje. Ik heb dat ook een keer meegemaakt. Ja, niet een liter whisky, maar... ik had behoorlijk wat alcohol op. En 's morgens om 8:30 werd ik wakker en ik had alles bij elkaar 1,5 uur geslapen. Ik was zo vreselijk als een hondje. Had ik toen een alcoholcontrole gekregen, dan was ik de bok geweest, denk ik. Maar waarom? Ik was in Duitsland. Een stukje over de A1, wat wij de A1 noemen. Hun noemen dat die snelweg. Ik was zo weer thuis. De auto netjes geparkeerd. O, klaar. Ik had dus helemaal geen kater. Maar dat zijn uitzonderingsgevallen. In de regel is het zo dat dat wat in het verleden zich heeft afgespeeld, dat zal zich herhalen. Want het heeft zich, als het in het verleden herhaaldelijk heeft plaatsgevonden, herhaalt dat zich waarschijnlijk weer. Het kan altijd anders worden door een divine intervention. Ik zit zoveel naar Engels te luisteren en dan verleer je je Nederlands, hè? Maar dus divine, dat is goddelijk. En intervention is interventie is een Nederlands woord, by the way. Dat betekent ingrijpen. Divine intervention betekent dat God gaat ingrijpen. Ja. Ja, mijn probleem met God is... dat hij God leeft. Dat is punt 1. Mijn probleem met God is dat die heeft tijd. Hij heeft tijd. Toen de tijd kwam, was God. En if you do not believe me, lees het werk van Martin Heidegger over zijn en tijd. Het being and time. Sein und Zeit. Being in de theorie van Martin Heidegger, voor zover ik die begrepen heb, refereert aan God. Je hebt dus God en tijd. Tijd is meedogenloos. God niet. God is langzaam. En God heeft alle tijd. God is de tijd. In den beginne schiep God hemel en aarde. Tik tok, tik tok. En God gaat langzaam. Ik denk dat wij moeten afwachten.
In het Nieuwe Testament, Romeinen 12, vers 19. Een van mijn favorieten. En die luidt: Vengeance, mine. Je staat in de snackbar en je hebt die bestelling gedaan en je staat netjes te wachten. En dan roept iemand achter de toonder, die zegt: frikandel speciaal met ketchup. En dan zeg je: frikandel met ketchup? Mine. Dat je even dat Engels leert. Dat is ook goed voor de Marokkanen om een beetje Engels te leren. Vengeance, mine. In het Nederlands staat er: de wrake is mij. Je staat in de snackbar en die man zegt: frikandel speciaal met ketchup. En dan zeg je: frikandel met ketchup is, de wrake is, oh, de wrake is aan mij. Ja, is. Oh, die is van mij. God heeft al betaald voor zijn wraak. Dat doet hij wel, maar dat gaat even duren, man. En ik kan me voorstellen dat God denkt van: ja, ik heb de kinderen, heb ik de Bijbel gegeven, maar ze snappen er helemaal niks van. En dus zijn ze vervallen tot slaven. Ja, mijn punt is dat als ze mijn woord begrepen, dat ze dan geen slaaf zijn, maar als ze mijn woord niet begrepen, ja, dan worden ze slaaf. God kan altijd zeggen dat hij dat succesnummer heeft gehad met Babylon en met Daniel. En dat succesnummer met daarvoor met Mozes in Egypte. Lees Exodus 20 er nog eens op na. En al die disinformatie die verspreid wordt over Mozes. Ja, Mozes was eigenlijk een Egyptische aristocraat. Ja, dat was hij helemaal niet. Gewoon een homo-onzin. Dat staat niet in de Bijbel. Dat je zegt, ja, Gandalf was eigenlijk een engel. Een elf. Gandalf was een elf, hoor. Even over de band van de ring. Ja, dan kan ik wel zeggen dat Gandalf eigenlijk een elf was. Maar Gandalf was helemaal niet een elf. Gandalf was Gandalf de Grijze. En toen werd hij Gandalf de Witte. Dat was helemaal geen elf. Mozes was helemaal geen Egyptische aristocraat. Dingen die gebeuren, die gebeurden al lang. Al dat liegen en bedriegen. En dan hebben wij die Geert Wilders. En die zegt: ja, alle Marokkanen de meuk uit. Nou, dat mag dus helemaal niet. Geert Wilders gaat me eerlijk zeggen wie die is. Want hij werkt niet voor ons. Maar ja, maf. Hij werkt voor de paus. Hoe die viespeuk. In de volgende uitzending ga ik specifiek houden over de paus en waarom ik dat helemaal niks vind. Ik dank jullie wel voor het luisteren. Ik stel dat erg op prijs. Dat jullie begrip hebben voor Marokkanen en hoe je daarmee om moet gaan. Dat je tegen Marokkaanse families gaat vertellen van: ja, jullie hebben geld te goed, maar niet van ons. Wij zijn niet de schuldigen. Als er aan ons gevraagd was in het Nederlandse tweede
Kamer, overleg, parlement, lalalala. Want wat vinden jullie van het volgende plan? We gaan analfabeten uit Marokko hier naartoe halen, want die weten niet van de arbeidshygiënewetten. En dan kunnen zij dan wel tankers gaan schoonmaken. Want de Shell, de koninklijke Shell, die wil wel schone tankers. En die moeten wel schoongemaakt worden, want anders is die de benzine onbetaalbaar. Allergrootste scam. Je kan zeggen dat 9-11 was een duidelijke manifestatie van dat er iets niet klopt. Maar het binnenhalen van Marokkaanse families die analfabeet zijn. Dat klopt er ook niet. Hey, dank jullie wel voor het luisteren, nogmaals. En op zijn hamburgers, zag ik hier. Tjus. En dag lieverd.